dames en heren. Van harte welkom voor de tweede keer vanuit de prachtige Battlekerk in Zwijndrecht. En wat hebben we veel mooie reacties gehad op het prachtige optreden vorige week van Pieter Baarsen en Johan Petersen. Twee zangers van de bekende Urkermansformatie. Je kan ze ook nog live beluisteren. Ze zijn komende weken nog in Heerenveen op zaterdagmiddag. Kijk maar op de website. En er komen natuurlijk ook weer een hele mooie serie zomerconcerten aan. De zee zingt is het thema, maar we hebben ook nog een jubileumconcert op zaterdag 25 mei in de prachtige Bovenkerk in Kampen. Van harte welkom daarbij. En dan zijn naast Johan en Pieter de andere zangers er uiteraard ook bij. Zelfs oud-zangers die nog een keer komen zingen. Vanavond voor de tweede keer een programma in het teken van passie en Pasen. Ik ga beginnen met inleidend koraalspel over Leer mij, o Heer, uw lijden recht betrachten. Een beetje een mineur, een donkere toonzetting, waarbij ik als uitkomende stem de prachtige hobo van dit orgel laat horen. Bedankt voor het afstemmen, dank voor de donaties en de bedrijven die een banner plaatsen waarmee we ons programma voor iedereen toegankelijk kunnen houden, waar ook ter wereld, want wordt wereldwijd naar gekeken en geluisterd. En daarmee zijn we hopelijk heel veel mensen tot steun, want daar gaat het uiteindelijk om. Leer mij, o Heer, uw lijden recht betrachten.
in de aanloop naar zo'n opname overleggen we natuurlijk met elkaar, Pieter, Johan en ik, over wat gaan we zingen, wat gaan we spelen. En dan veranderen we er op het laatste moment soms nog heel kleine dingen aan, omdat we in één keer een lied tegenkomen waarvan zeggen we, zo, dat is een mooi lied, dat kunnen we ook doen. En daar gaat u naar luisteren, ook uit de bundel van Johannes de Heer, een oud vertrouwd lied, een heel mooi duet, gezongen door Pieter en Johan, over Ik moet de Heiland met mij hebben. Een prachtig lied, hè? Ja, dat moeten we misschien ook wel programmeren in onze zomertouren, zit ik al spelend te denken. Dus als u denkt van nou, ik ga in de zomer nog een keer naar die jongens luisteren, komt misschien dit prachtige lied ook voorbij.
Wat ons brengt bij weer een improvisatie. Op dit orgel zit een prachtige cornet op het hoofdwerk en die ga ik laten horen in een improvisatie. Een koraalbewerking over Als ik in gedachten sta bij het kruis van Golgotha. Wat ons weer brengt bij een prachtig duet, I Wish I Had Given Him More, gezongen door Johan Petersen en Pieter Baarsen. Als ik naar zijn door doornen getekend gelaat kijk, dan is hij het waard dat ik hem veel meer liefde zou hebben gegeven als dat ik gedaan heb. I Wish I Had Given Him More. Thank you.
teruggang naar U zij de glorie, kan je niet bedenken. I wish I had given him more. U zij de glorie, het paaslied eigenlijk, hè, dat op het eind van elk programma staat. U zij de glorie, opgestane Heer. Een toccata in Franse stijl met een melodie in het pedaal op dit prachtige orgel. In 2021, begin van het jaar, namen we met de Urkermans formatie een prachtige cd op, Passie en Pasen. En we waren van plan om die cd te gaan presenteren tijdens een hele serie Passie en Paasconcerten. Maar het kwam er niet van. Corona kwam ertussen. En dit jaar kunnen we dat voor het eerste wel doen, Passie Paasconcerten geven. En een lied wat tijdens de opname heel veel indruk op me maakte, dat was, daar is plaats bij het kruis. Gij die treurt, kom met uw smart, daar is plaats bij het kruis. U gaat een couplet luisteren naar Johan, u gaat een couplet luisteren naar Pieter. En dan eindigen ze samen in dat prachtige derde couplet. Heerlijk nieuws voor iedereen. Niet alleen voor u of voor mij of wie dan ook, maar voor iedereen. Daar is plaats bij het kruis. Geniet van dit prachtige lied gezongen door
Johan Petersen en Pieter Baarsen. Sluiten we dit programma af. We komen in de komende weken
Precies, ze zijn op 6 april nog een keer terug vanuit deze prachtige kerk met een ander programma. Niet meer in het teken van passen en paas, passie en pasen, maar over geestelijke liederen in het algemeen. Zeker de moeite waard. Ik wil Pieter en Johan van harte bedanken voor de samenwerking. Het is altijd weer een feest om deze mannen te mogen begeleiden. Zeker ook op dit prachtige orgel hier in de Bethelkerk in Zwijndrecht, waar we te gast waren bij Leen Koster. Wie kent hem niet? Een bekende man in de muziekwereld, ook op het organisatorische vlak van koorreizen en dergelijke. Natuurlijk ook hartelijk dank aan Wim en Ellen de Penning voor het in beeld en geluid weergeven van elke week weer op zaterdagavond om 9 uur de opnames. Voor morgen wens ik jullie allemaal een hele fijne zondag en ik eindig weer met de woorden van mijn lieve dochter. Het komt goed, want we hebben elkaar.